In deze film bewerken we een foto in de stijl van Stephanie Jung. Enige tijd geleden kreeg ik de vraag over hoe Pep Ventosa zijn foto's bewerkte, en in de zoektocht daarna kwam ik op een ander effect. De manier waarop Pep Ventosa zijn foto's maakt, dat is net even een tikkeltje ingewikkelder. Daar kom ik nog een keer op terug. Maar Stephanie Jung maakt eigenlijk met één foto best een leuk kunst- en speels effect. En dat kun je in Photoshop heel makkelijk doen. Ga ik doen aan de hand van deze foto. Deze foto is s'avonds gemaakt. Nou, dat zie je natuurlijk, dat spreekt voor zich met een vrij lange sluitertijd. Want alle auto's en andere bewegende delen vliegen eigenlijk door het beeld. En dat geeft deze foto ook zijn. Dynamiek. Maar we kunnen dat nog veel erger versterken. Wat je moet doen om te beginnen is de laag een aantal keren dupliceren. En dat doe je in dit geval met de sneltoets Ctrl J. En als je daarop drukt zie je hieronder in het lagenpaneel dat er een laag bij komt. Nu is één laag niet voldoende, dat moet je gewoon een paar keer doen. Dus ik druk herhaaldelijk op Ctrl J totdat ik een aantal lagen krijg. En hoeveel lagen je krijgt, dat maakt op zich niet echt uit. Ik heb er hier volgens mij 8. Daar ga ik mee aan de slag. Wat we eigenlijk gaan doen is de laag wat transparanter maken en hem verplaatsen. En naderhand laat ik je nog zien wat er verandert als die laag zich anders gaat gedragen. Om te beginnen ga ik de laag die bovenaan staat op 50% zetten. Dus zorg dat je bovenste laag geselecteerd is en dan kun je hier de dekking veranderen naar 50%. Dat kun je doen met de slider of je kunt gewoon 50 intypen, maar er is ook nog een handigheidje. Je kunt ook gewoon meteen op de 5 drukken. De numerieke toetsen bepalen namelijk de dekking. Druk ik bijvoorbeeld op de 1, dan zie je dat de dekking verandert naar 10%. Druk je op de 0, dan wordt dat 100% en de 5 is natuurlijk 50%. De bovenste laag is nu voor de helft zichtbaar. Maar de bovenste laag staat nog op exact dezelfde positie. Dus er verandert op zich niet zoveel. Dus ik pak het verplaatsgereedschap en ik ga de foto gewoon verschuiven. En je ziet wat er gebeurt. Het beeld wordt wat waziger. Ik maak dit even ongedaan, want de verschuiving is vrij groot. Maar met het verplaatsgereedschap nog steeds geselecteerd en de shift-toets ingedrukt, kan ik met de pijltjes toetsen. Per keer 5 pixels verplaatsen en ik ga in dit geval 15 pixels naar links en 15 pixels omhoog. Ik selecteer mijn volgende laag, druk wederom op de 5 om de dekking naar 50% te werken en ik verplaats deze een klein beetje naar rechts. En dit gaat gewoon puur op natte vingerwerk. Er is geen wet die zegt van nou dat moet je zoveel veranderen. Als jij zegt van ik vind 7 pixels mooier dan 5 pixels. Be my guest, ik hou je niet tegen. En alle lagen die eronder staan, zet ik dus iedere keer op 50% en ik verplaats ze. En in sommige gevallen verplaats ik ze best veel. Je zult merken dat als je heel veel lagen dupliceert, dat de onderste lagen echt nog maar weinig effect hebben. Als ik bijvoorbeeld even inzoom en ik zet... Deze laag uit, dit is eigenlijk mijn eerste kopie, dus de onderste laag van de verschoven foto's, dan heeft het praktisch nul effect. Wel een heel klein beetje, als ik bijvoorbeeld even inzoom op dit gedeelte, je ziet dat de auto en de putten daar liggen. En hier steken ze eigenlijk nog maar heel weinig door, dus het is echt minimaal. Vergeleken met bijvoorbeeld de verschuiving op de bovenste laag, dat is best wel aanwezig. En dat is op zich ook logisch. De bovenste laag heeft 50% dekking bovenop. En de onderste laag heeft 50% dekking. Maar daar liggen nog allerlei andere lagen tussen. De achtergrondlaag laat ik expres staan op 100%. Zet je die uit, dan kijk je er namelijk een klein beetje doorheen. Dus dat is wel belangrijk als basislaag. Wat heb ik nu ten opzichte van mijn originele foto? Ik heb nog steeds die dynamiek van die rijdende auto's. Maar verder zie je dat alles gewoon verschoven is. Als ik bijvoorbeeld even terug ga naar het origineel, dat was dit. En dit is wat ik er nu van gemaakt heb. Op zich kan dit al wel. Maar het kan allemaal nog wat beter versterkt worden. En dat ga ik doen door de laagmodus te veranderen. Dus ik selecteer de bovenste laag. En je ziet dat deze nu op normaal staat. Klik daarop en je krijgt een lijst met dingen. En als je daar overheen gaat. Dan zie je dat dat effect heeft op je foto. Dit is de manier waarop de laag zich gedraagt aan de hand van de onderliggende lagen. En wat je hier moet kiezen, dat mag je helemaal zelf weten. Wat je gewoon mooi vindt. Laat ik eens beginnen met lineair tegenhouden. En ook de laag daaronder ga ik weer een effect geven. En zo pak ik een paar lagen aan. En verandert mijn foto dus eigenlijk behoorlijk. En je zou iedere laag dus kunnen veranderen. En iedere keer verandert je foto ook een klein beetje mee. En ik blijf uiteindelijk hierop zitten. Nou, op zich lijkt het een hele mislukte foto van een afstand. Totdat je inzoomt. En dan is er dus eigenlijk stiekem nog wel van alles te beleven. En zo eenvoudig is dus eigenlijk dit effect. En dit zou je op eigenlijk alle foto's kunnen doen. Maar het beste werkt het eigenlijk op foto's waarop heel veel te beleven is. Nog een keer terug naar het origineel. En laat ik dat dus op een ingezoomde variant doen. En wat ik er uiteindelijk van heb gemaakt. Ik zou zeggen: bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En doei doei.